Macro met Mujagic. Edin Mujagic is hier. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Er is, daar moeten we toch even over hebben, een regionale bank in New York al een tijdje in de problemen. De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, is gevraagd naar de situatie. En zij lijkt zich niet te veel zorgen te maken. Quite stressed, dat wel. Maar het komt goed. Het is beheersbaar, zei de Amerikaanse minister van Financiën. Dat zei de voorzitter van de Fed ook. Daarbij moest ik als eerste denken, ja, wat verwacht je dat een minister van Financiën zegt? Ze kan heel moeilijk zeggen, we hebben te maken met een probleem en het is onbeheersbaar. Want dan weet je dat echt een groot probleem gaat worden. Een cynisch iemand zou zeggen, het feit dat ze zegt dat het beheersbaar is, betekent dat het onbeheersbaar is. We hebben vertrouwen in de trainer en een week later ontslaan. Inderdaad. Zo ver ga ik niet. Ik denk dat je tegen deze problemen aan moet kijken dat ze min of meer op te lossen zijn, al is het voor enige tijd. Want in het ergste geval kan de Fed heel veel dingen gaan doen richting de banken. Nieuwe leenprogramma's opstarten, et cetera. Daarmee los je het onderliggende probleem misschien niet op, maar je zorgt er wel voor dat het allemaal voorlopig beheersbaar blijft. Nou, het is ook wel ergens op gestoeld natuurlijk. Want vorig jaar waren er ook regionale banken in de problemen. Ja. Dus ze weten nog hoe het moet. Nou, ik denk dat heel veel mensen en terecht nu denken aan een jaar geleden. Want toen waren er ook een aantal regionale banken die in problemen zijn gekomen. Dat probleem is redelijk snel verholpen toen door het ingrijpen van de Fed. Maar ik denk dat je niet moet vergeten, het probleem van toen bij regionale banken en het probleem van nu zijn echt twee totaal verschillende problemen. Vorig jaar ging het om wat wij een liquiditeitsprobleem noemen. Dus er kwamen heel veel partijen, om wat voor reden ook, hun geld halen van een aantal van die regionale banken. Nou, normaal gesproken zouden ze dat bijvoorbeeld de staatsobligaties die ze hebben gaan verkopen, dat levert geld op. Alleen op dat moment was de Amerikaanse rente heel hoog, betekent dat de waarde van die staatsobligaties was gewoon ontoereikend, was laag. Maar dat is een probleem wat je redelijk makkelijk op kunt lossen. Wat ook redelijk makkelijk is opgelost. De Fed heeft gezegd, wij gaan een nieuw loket openstellen voor die banken. Je mag aan dat loket ga je lenen. Als onderpand geef je aan ons die staatsobligaties. En wij behandelen die tegen de nominale waarde. Dus wat de marktwaarde ook is, wij doen gewoon nominale waarde. En dan kun je gewoon heel veel geld lenen. Dat kan dit jaar niet. Ja, nu is het probleem het commercieel vastgoed. En kijk, je kunt geen loket openen waarbij je zegt, je kunt gaan lenen tegen nominale waarde van commercieel vastgoed. Staatsobligatie heeft een nominale waarde, commercieel vastgoed niet. Een gebouw kan in principe 0 euro of 0 dollar waard worden. Veel van die gebouwen zijn goed onderweg. Ja, en dat is dus echt wat nu heel anders is vergeleken met vorig jaar. Want waar hebben we nu mee te maken? Een aantal van die regionale banken, deze regionale bank uit New York, die heeft vorige week de markt verrast met mededeling, we moeten grote voorzieningen gaan treffen. Want de prijzen van commercieel vastgoed staan onder druk. Dit jaar moeten heel veel eigenaren van die gebouwen hun leningen gaan herfinancieren. Nou, als je commercieel vastgoed koopt, zeker in Amerika, is het heel vaak zo, het is aflossingsvrij, dus je betaalt alleen de rentelasten en de hoofdsom los je aan het einde van de lening af. Dus in één keer, dit jaar vaak. Nou, dat herfinancieren kan wel eens moeilijk gaan worden, want je hebt de vorige lening afgesloten tegen zeer lage rentestanden. Die zijn nu vaak verdubbeld. Ik hoef jou toch niet uit te leggen dat dit jaar die rentes vermoedelijk ook wat naar beneden gaan. Ja, ik heb daar dus de afgelopen weken, maanden het een en ander over gehoord. En dat is het gevaar wat hier loert. Dat je denkt, nou, maar met die renteverlaging op komst zal het allemaal wel geen probleem zijn. Ja, dat zou misschien het geval zijn als de opgelopen rentes het enige probleem zouden zijn geweest. Maar dat is niet zo. Deze sector heeft te maken met wat structurele dingen. Heel veel mensen in Amerika werken structureel meer thuis. Dat betekent volgens schattingen dat de vraag naar kantoorruimte komende jaren zal ongeveer 20% lager zijn. Dat betekent dat je gewoon zit straks met gebouwen waar niemand in wil komen. De waarde daarvan is nu al zo gedaald dat voor volgens sommige schattingen tussen 30% en 40% is de waarde al lager dan het leenbedrag wat je hebt geleend bij de bank. Dus ze staan onder water, zoals we dat zo noemen. Waarom zijn die vastgoedpartijen? Dat zijn wel heel andere problemen. Waarom zijn die vastgoedpartijen toch in zulke ruime mate terechtgekomen bij juist die regionale banken? Dat is ook een van de dingen waar je aan moet denken als je het zegt, het is niet alleen de rente.
veel van deze regionale banken... Kijk, als je op het punt staat een lening te verstrekken aan zo'n partij... dan moet je een schatting maken wat zijn de huuropbrengsten... In gedurende de looptijd van de lening. Nou, dat hebben ze een jaar of 10 geleden zo ruim ingeschat... dat ze heel veel geld hebben uitgeleend aan die banken. Omdat ze dachten, nou, dan maken we gewoon winst op. Ja, dus voor een deel heb je jezelf ook een beetje in problemen gebracht. Want je hebt de huuropbrengsten ja, veel te rooskleurig voorgesteld. Waardoor je hele grote geldbedragen hebt geleend. Maar huur is gekoppeld aan inflatie. Dan zou je kunnen zeggen, ja. Die inflatie gaat omhoog. Dus ook de huur. Moet er alleen nog wel iemand huren natuurlijk. Nou, kijk. Normaal gesproken, het interessante aan vastgoed is... De huurprijzen gaan met inflatie mee omhoog. Dat maakt vastgoed ook zo interessant. In dit geval gaat het nauwelijks op vanwege die leegstand. Want je kunt niet zeggen, nou, inflatie is 5%, ik vraag 5% meer huur. Als diegene die een ruimte wil huren zegt... ja, maar als ik bij jou 5% moet betalen, dan ga ik naar iemand anders. En er is genoeg aanbod, want er is heel veel leegstand. Dus wat die eigenaren van die gebouwen zien, ze merken die... gestegen inflatie en gestegen rente merken ze wel aan de kostenkant... maar niet aan de inkomstenkant. Ja, dat is een probleem natuurlijk. En als we het dan over Amerika hebben, dan komt het eigenlijk heel simpel op neer. Als zo'n eigenaar van het gebouw niet kan herfinancieren of niet wil herfinancieren... dan levert hij de sleutels bij de bank in. En dan is het probleem van de eigenaar ineens een probleem van de bank geworden. En heel vaak zijn dat de regionale banken, Thomas. Ik sluit af bij het begin, want... Janet Yellen kon misschien niet anders dan zeggen dat het beheersbaar is, maar is het beheersbaar? Ja, wat ik daarnet al zei, de Fed kan heel veel doen, kan in principe onbeperkt aan de banken gaan lenen. Of ze dat willen doen, dat is wat anders, maar het kan wel. Als ik het in termen van beheersbaar of niet beheersbaar zou moeten vertellen, dan neig ik toch naar de kant beheersbaar, met een belangrijke kanttekening. Je lost het probleem niet op, je schuift het alleen maar voor je uit. Dus uiteindelijk zul je het voor lief moeten nemen... dat als een aantal regionale banken mede door eigen toendoen in problemen zijn gekomen... dat die misschien moeten omvallen. En dat is eigenlijk heel gezond voor een economie. Edin, dankjewel. Tot morgen. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.